Welkom bij de 10.2 Biocast. In de vorige Biocast hebben we gezien dat er twee temperaturen zijn, de schil en de kerntemperatuur. De kerntemperatuur wordt gemeten in de hypothalamus. En de schiltemperatuur wordt gemeten in de huid door de huidzintuigjes. Maar die twee hebben natuurlijk ook wel invloed op elkaar, die twee regelkringen. Dit is de receptor van de kerntemperatuur. In het regelcentrum wordt de waarde vergeleken met de norm. En er worden effectoren aangestuurd die direct een effect hebben op de kerntemperatuur. Maar de kerntemperatuur heeft natuurlijk ook invloed op de schiltemperatuur. Direct, dat zie je in het rechthoekje, of linksbovenin via effectoren. De schiltemperatuur wordt ook gemeten, ook in een regelcentrum, en stuurt ook weer via een regelkring de schiltemperatuur aan. Twee regelkringen dus die elkaar beïnvloeden. Dit was hem alweer, de 10.2 Biocast. Veel succes met studeren.